Het is vrijdag 5 februari. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. De verloskamers in het Vlietland ziekenhuis dreigen gesloten te worden. Bevallen moet voortaan in Rotterdam. Burgemeester van Strijen verbijsterd over de lekkage bij Shell Moerdijk. En ouderen in Maassluis willen naast het wijntje ook weer een borreltje kunnen drinken. En het weer vanmorgen, het anders. Zaterdag is het bewolkt en droog. In de loop van de dag, met name in de middaguren, dan vanuit het zuiden toch wel wat vaker de zon erbij. Temperaturen erg hoog, 11, 12 graden. En er waait een krachtige zuidenwind, een windkracht 5 of 6. Tot zometeen. Er moet snel duidelijkheid komen over de veiligheid van Shell Moerdijk voor de omgeving. Dat vindt de burgemeester van Strijen. Een mening die gedeeld wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer. Deze week werd duidelijk dat er sinds november 25 ton giftig ethyleenoxide is gelekt. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderneemt actie. Het is de D66-fractie, gesteund inmiddels door andere Kamerfracties die de zaak heeft opgepakt. En binnenkort zal er een Kamerdebat plaatsvinden. Want D66 zegt bij monden van het Kamerlid Stientje van Veldhoven dat deze gang van zaken echt niet kan. Ja, als er zo'n hoeveelheid giftige stoffen gedurende maandenlang weglekt, dan maken mensen zich in de buurt natuurlijk zorgen over hoe dat kan. En die zorgen deel ik, dus ik wil weten van het kabinet hoe heeft dit kunnen gebeuren. Van Veldhoven zegt, inmiddels gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, dat de omgeving van Moerdijk absolute zekerheid moet krijgen over de veiligheid. Iedereen die daar in de buurt woont moet weten, ik kan hier veilig wonen. Veiligheid en gezondheid moet voor iedereen gegarandeerd zijn. Shell zelf betreurt de gang van zaken en zegt geen gevaar voor de volksgezondheid, maar start wel een intern onderzoek. Bij een schietpartij op de Ameidenstraat in Rotterdam-Overschie is afgelopen nacht een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op straat gevonden. Volgens een buurtbewoner is er met een automatisch wapen geschoten. Na de schietpartij hebben getuigen één of meer daders in een auto weg zien rijden in de richting van het Kleinpolderplein. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis maken zich grote zorgen over het sluiten van de verloskamers in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam. Per 2017 moeten zwangere vrouwen naar het Rotterdamse Franciscus gasthuis voor de geboorte van hun kind. Ook verloskundigen zijn tegen, maar het ziekenhuis wil de plannen doorzetten. In het Vlietland ziekenhuis in Schiedam worden jaarlijks 2000 baby's geboren. In het Franciscus gasthuis in Rotterdam 2400. De ziekenhuizen zijn vorig jaar gefuseerd en willen vanaf 2017 alle bevallingen op één locatie, namelijk Rotterdam. Zo kan volgens het ziekenhuis de zorg bij bevallingen worden verbeterd. Belangrijk punt is dat we bij een bevalling soms niet weten, of we weten het eigenlijk nooit, als het verkeerd gaat, wanneer dan precies. En dan moet je achter de hand juist dat team hebben wat het heel goed kan opvangen. Ja, maar het is financieel gewoon niet haalbaar om dat in beide ziekenhuizen te hebben? Nee. Maar het plan stuit op flink wat verzet. Want zwangere vrouwen die nu in Schiedam bevallen, moeten dus verder rijden. En dat op zo'n spannend moment. Het is vrijdagmiddag en het rijdt nu lekker door op de A20 richting het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Maar verloskundigen vrezen voor lange files, waardoor het aantal bermbaby's flink zal toenemen de komende jaren. Als er geen file staat, is het de afstand niet. Want dan hebben we het over 10 minuten met de auto. Dus daar is het probleem niet. Het is de onvoorspelbare factor van en een bevalling en een file of een verkeerssituatie die je niet kan inschatten. Als een vrouw in een ziekenhuis wil bevallen, ga gewoon op tijd naar het ziekenhuis. Dat geldt natuurlijk nu ook al. En mocht iemand die thuis denkt te kunnen bevallen, toch met spoed naar het ziekenhuis, dan kan dat altijd met de ambulance. En dan is het echt een kwestie van een aantal minuten om ook op deze locatie te zijn. Wij zijn zoals gezegd nog niet overtuigd. Natuurlijk, de ambulance is voor de spoed. Maar het gaat juist om voor ons, voor die kwetsbare groep die op een gegeven moment zover zijn en dat verloskundige zegt van u mag nu naar het ziekenhuis toe. Nou ja, dat is altijd wel een spannend moment. Het is natuurlijk ook een gevoel waar we over praten. En dan maak ik me wel zorgen van is het dan wel zo bereikbaar zoals we denken met z'n allen dat die is. Binnenkort zitten de verschillende partijen weer met elkaar om tafel. In april wil het ziekenhuis een definitief besluit nemen. En straks, fotograaf uit Gorinchem zet recht wat scheef is. Ja, ik zag een keer een paal en toen dacht ik, hij staat scheef. Hoe zou die
op de foto staan als ik hem recht zou fotograferen. En toen heb ik dat één keer gedaan. En van het een kwam het ander. Museum Rotterdam gaat dit weekend voor het eerst open. Vroeger zat het in het Schielandhuis, maar vanaf nu is het te vinden in het gloednieuwe Timmerhuis aan het Rode Zand. Ik ben in Rotterdam. Ik voel me Rotterdammer, maar voor de echte Rotterdammer, ik ben hartstikke trots. Ik ben het Rotterdamst. En zo is het. Vanavond wordt het Museum Rotterdam heropend in het Timmerhuis door deze man, burgemeester Abu Taleb. Ja, we hebben hem even ingescand en daar hebben we hem laten 3D printen. En hij is eigenlijk de eerste van de Rotterdammers die wij als borstbeeldjes willen laten uitprinten en ook in het museum willen plaatsen. Als de bezoeker straks hier op het midden gaat staan en hij draait zich om en maakt als het ware een soort pirouette, dan is de geschiedenis ontrolt zich als het ware voor zijn ogen aan de hand van de collectie. Je ziet hier plaatjes van elk voorwerp in de vitrine. En bij elk voorwerp zit een verhaal over Rotterdam en over het voorwerp. En dan kan je helemaal erachter komen wat er aan de hand is eigenlijk. En zo kan je je echt verdiepen in de geschiedenis van Rotterdam. Nou, we zien hier de stad van morgen, zoals gepresenteerd in de tweede wederopbouwtentoonstelling E55. We hebben hem nooit in het oude Schielandshuis kunnen tonen, omdat hij gewoon te groot is. Hij is 9 bij 9 meter, dus 81 vierkante meter. Het is een stad die de 19e eeuw een onstuimige groei doormaakte. Het is een stad die na het bombardement symbool stond voor de moderne stad. En we eindigen in de stad van nu, het Rotterdam van tegenwoordig, met zijn grote diversiteit, de uitdagingen, maar ook de spanningen die erbij horen. En vanavond is de officiële opening van Museum Rotterdam voor genodigden. En zaterdag en zondag is het museum gratis open voor publiek. Maassluisse ouderen in seniorencomplexen mogen alleen op hun eigen kamer een borrel drinken. Sinds 2013 is het verboden om dat in een gezamenlijke ruimte te doen. Maar bewoners willen zich niet langer laten betuttelen. Ik geef dat potje omdat ik dan toch een beetje alcohol wil drinken. Maar ik heb veel liever een koyaki of een borreltje. Lekker in de cola, lekker een mixie. Wat ik thuis altijd drink. Maar... als je ouder wordt, nemen ze steeds meer van je af. Pikken ze ook je borreltje nog af. Die mensen die zeggen, ja, dag, ik ga hier niet meer zitten, ik blijf thuis. Als je dronken wordt, dan kan je aan bier, van bier en van de porter ook nog horen, hoor. Denk erom. Hé? Daar weet je alles van. Nee, maar wat nou het vreemde is van de hele zaak. In 2013 is er een nieuwe verordening is er in het leven geroepen. En daarin vond Koos Kastens, de toenmalige burgemeester, vond het nodig om het borreltje te verbieden in sportkantines. Nou, daar kunnen we ons eigenlijk nog wel bij voorstellen. Maar ook in de oudere centra's. Twee jaar terug heeft de VSP al gezegd, dit vinden wij geen goede ontwikkeling. De seniorenverblijfhuizen moet je hiervan loskoppelen. Ja, de raad is toen overijverig geweest. Wij roepen nu de raad op. Zie nu in dat dit geen logische verordening is. Geen logische invulling van de verordening. Laten we dit terugdraaien. Heeft u wel eens aan gedacht om gewoon een flesje mee te nemen om hier zo onder de tafel in te schenken? Het mag niet, maar het gebeurt. Het is wel gebeurd. Ik kijk alleen maar op de zondag als ze open zijn. Of vijf dagen door de week. Een platvinkie. En dan neem ik een colaatje en dan gooi ik er zelf al bij. Moet toch kunnen, of niet? Uw vrienden zeggen net, die krijgt het stadionverbod. Dit is de laatste keer dat ze u zien. Ik mag nou niet meer komen, waarschijnlijk. Dus dat moet ik er wel uitknippen. Burgemeester Edo Haan wil nu gaan kijken naar een aanpassing van de verordening in Maassluis, zodat ook de Maassluise ouderen gewoon een jenevertje of twee kunnen drinken in de gezamenlijke ruimte van tehuizen. Veel belangrijke wedstrijden dit weekend voor onze regioclubs, maar de wedstrijd is uiteraard Ajax-Feyenoord. Dennis van Eersel, is iedereen fit bij Feyenoord? Ja, iedereen is inzetbaar bij Feyenoord. Sterker nog, er is een nieuwe speler bijgekomen. Hè? Nu de werkvergunning van Renato Tapia eindelijk geregeld is. En ja, hij zou misschien gelijk in de basis kunnen staan. Want een extra verdedigende middenvelder erbij is misschien niet eens zo'n gek idee. Als je weet dat Feyenoord in 2005 voor het laatst bij Ajax heeft gewonnen. En de laatste 5 wedstrijden op rij in de Eredivisie heeft verloren.
kunnen de beelden ondertussen wel dromen. In 2005 won Feyenoord, mede door dit doelpunt van Kalou, voor het laatst in Amsterdam. En dus is het logisch dat de ploeg van Gio niet bepaald de favoriet is voor zondag. Ja, het is lang geleden. Ajax speelt thuis. Ze willen natuurlijk weer die koppositie innemen. En PSV is een goede doen in de competitie. Dus dat zal voor hun natuurlijk wel... die willen natuurlijk thuis winnen van ons. Dus daar zouden ze vol voor gaan. Ook Dirk Kuyt maakte er 11 jaar geleden eentje. Toen speelde Feyenoord in een tweespitsensysteem. En dat zou nu weer zo kunnen zijn. Met de in de beker succesvolle 5-3-2 variant. Wat nu het systeem zou kunnen zijn voor succes in de arena. Nou, ik denk niet het systeem. Het is natuurlijk een andere tegenstander, een ander systeem. Ja, dat zal niet het systeem zijn. Uiteindelijk kijk je eerst naar een tegenstander en naar je eigen elftal. En accenten liggen natuurlijk anders dan tegen Roda. Op onze website kun je ook alles vinden over de wedstrijden die Sparta, Excelsior en FC Dordrecht dit weekend gaan spelen. Bij Sparta bijvoorbeeld is iedereen fit richting VVV. Een belangrijke wedstrijd in de race om de titel. Dankjewel, Dennis van Eersel. En straks FC Rijnmond, Etienne Verhoef. Snode plannen om te praten over aanstaande zondag. Nou, daar kan je wel van uitgaan natuurlijk, hè, met de klassieker op het programma. Dus we gaan zo meteen uitgebreid praten met Freek Jansen, onze analist en analist ook bij Voetbal International. En Jan-Dirk Stouten, die daar zojuist aankomt zetten. Dus stap gewoon gerust binnen, Jan-Dirk. Zometeen gaan we met deze mannen praten over de klassieker, maar ook over een hele belangrijke wedstrijd voor Excelsior vanavond tegen Willem II. Komt allemaal aan bod zometeen in FC Rijnmond. Jij denkt toch niet dat Jan-Dirk bleu is, hè? Nee, hij is niet zo bleu vandaag, nee. Denk ik. Nee. Dankjewel. Gorkumer Onno Blazen houdt er een bijzondere hobby op na. De grafisch ontwerper maakt foto's van scheve palen. Maar dan zo dat de paal weer recht is. Op zijn website staan meer dan 500 foto's van vooral lantaarnpalen en verkeersborden. Ja, dit is een mooie, hè? Dit is een hele mooie paal, ja. Die hebben ze niet veel. Wat ik mooi vind aan deze paal is dat hij een vlakke achtergrond heeft en echt goed scheef staat. En echt goed scheef, dat zie je niet veel. Het is gewoon een visueel grapje wat ik maak. En het is puur vermaak. Dus ik hoef niet de wereld te verbeteren. Of ik wil niet dat de gemeente al deze palen recht gaat zetten of zo. Maar gewoon, het is gewoon leuk. Ik probeer in ieder geval dat er niet mensen voor of achter de paal langs lopen. Dus dat er weinig afleiding is. En ik let er dus op dat je een horizon of een aantal lijnen kan zien die diagonaal gaan staan door het rechtzetten van die paal. Ja, soms denk ik wel wanneer is het klaar, wanneer houdt het op. Maar ik denk ook dat het... Ik hoef er niet per se mee te stoppen. Ik zie al die palen en het kost niet zoveel tijd. Dus kan ik er gewoon mee doorgaan. En ik denk wel dat het nog toffer is als ik er straks 1000 of 2000 of 3000 miljoen heb. Ik vind het ook heel tof als mensen mijn palen opsturen, weet je wel. Dat betekent wel echt dat mensen aandacht hebben voor je project. Of je project hebben gezien, het grappig vinden en daaraan willen bijdragen. Dus... Ja, graag. En tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl en onze app. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.